Ja, je ziet dat hier niemand is hier. Daarachter. Serieuze helling. Ik ben aan het fietsen. Ik ben hier aan het fietsen. De vroege collega op het werk. En dan uit naar kantoor. Kunnen is er weer meer sociaal contact. En Pieter Jan, als je luistert of kijkt. Dus ik fiets nog. Ik fiets wel degelijk nog. En het is dus inderdaad een specialized, want het ging over welke fiets is het. En ik kon niet op de naam komen. Ik wist dat het met een S begon. En het is dus een specialized, ja, zelf voor dit rondje heb ik sportdrank mee. Het is mijn korte rondje, ik ga maar een half uur. Ik heb eigenlijk drie, ja, ik train volledig verkeerd, dat kan ik nu al zijn. Als je een voorbeeld wilt hoe je niet moet trainen, moet je kijken naar hoe dat ik fiets. Ik heb eigenlijk drie routes. Allemaal hier in de buurt die bij mij thuis vertrekken, maar ja, er zijn hier straten die letterlijk bergen noemen. Dus, en daar zit die mast. Nee, je ziet dat niet op beeld. Maar dat is Doppen of La Hoop. Ook een serieuze helling. Dat is Brage. Ja, eigenlijk als hier Pays de Colline noemt dat hier. Dus dat is hier allemaal helling. En als ik hier buiten fiets, kom ik in de Vlaamse Ardennen uit. Waar dat natuurlijk ook allemaal hellingen zijn. Waar dat ze koersen rijden. De Koers van Vlaanderen onder andere. De Ronde van Vlaanderen. Zie, ik ken er niks van. Maar ik heb dus drie routes. Eén van 30 minuten. Allee, als ik hem niet erop rijd, is 30 minuten. En één van een uur. Opnieuw doe ik meestal 50 minuten. Maar als ik er niet erop rijd, als ik er geen zin in heb, kan ik er een uur over doen ook. En één van een uur en een half. Ik ben een uur en 20 meestal. Maar dat zijn drie routes die ik doe. Maar ik fiets gewoon veel te weinig, daar komt het op neer. Eigenlijk om goed. En ik zou eigenlijk moeten op FTP trainen ook. Dus dat je zo bepaalt hoe. Ik heb voor de winter heb ik rollen. En met die rollen kan ik zo'n FTP-test doen via de app. Ik denk dat ik mijn nummer wel ergens staan heb waarop dat ik zou moeten trainen. Dan moet ik mijn hartslag bijhouden. En eigenlijk een parcours afleggen of op die rollen trainen. Of op die. Het zijn geen echte rollen, het is zo'n. De fietstrainer waar hij nachtwiel op staat. Met een weerstand of met een gewicht op die weerstand biedt. Maar ja, ik doe dat natuurlijk niet genoeg. Ik zou moeten minstens drie keer, misschien vier keer zelf trainen per week. En ik ben meestal blij als ik één keer per week kan fietsen. En ik ben zo van die rit. Ik heb drie routes van 30 minuten, een uur en een uur en een half. Die een uur en een half deed ik sowieso niet veel. Maar die van een uur deed ik wel geregeld. Maar ik ben dan meer en meer die van 30 minuten beginnen doen. En nu doe ik bijna alleen nog maar die van 30 minuten. Als ik die van een uur moet doen, ben ik echt kapot. Als ik thuis kom. Door al die hellingen. Het zijn echt de hellingen waar ik last van heb. Dus dan eigenlijk moet ik puur op helling trainen. Eigenlijk zou ik gewoon op helling moeten trainen. Ik ga dan een keer opzoeken hoe ik dat moet doen. Allee, hoe ik dat kan opbouwen. Want nu doe ik die hellingen gewoon en zie ik af. En dan recupereer ik in de afdalingen. Niet genoeg om klaar te zijn voor de volgende helling. Dus dan ben ik back off als ik thuis kom. Ik heb dan soms maar 30 minuten gefietst. Ja, maar de fiets, daar kan ik echt niks op aanmerken. Dus ik heb, ben uiteindelijk... Wacht, ik ga mijn scherm omdraaien, mijn camera omdraaien. Ja, het landschap kan ik ook niks op aanmerken, hè, voor alle duidelijkheid. Er zijn veel mensen die naar hier komen om te fietsen. Die waarschijnlijk net iets beter getraind zijn dan mij. Dat is mijn quadlock, dus hier zit mijn telefoon voor Strava. En dan... Ja, dat merk ik ook. Ik heb zo'n one-by groep. Dus dat betekent, ik heb hier, kijk, dat is gewoon een rem en hier heb ik een shifter. Maar vooraan heb ik dus geen derailleur niet meer. Ah ja, mijn schoenen, juist daar ging het ook over. Ik heb zelf geen sportkousen, nee. Maar kijk, ik heb dus mountainbike schoenen. Dus mijn clips raken bijna de grond niet samen als ik erop stap. En dat zijn waarschijnlijk ook mountainbike pedaaltjes dan. Ik heb daar niet zoveel van. Maar ik heb van voor dus geen derailleur niet meer. En ik heb dan van achter een vrij grote cassette. Maar je ziet, er staat zelf op het grootste hier voor deze helling. Oh,
Maar dan merk ik dus ook hè, dat ik heeft een vrij kleine tandwieltjes heeft. En dat kan natuurlijk van voor kan ik niet kleiner gaan dan, wat is dat, een 42 of zo, staat hierop. Ja, een 42 van voor. En van achter zal het ook, is het 38 of zo, de grootste. Dat staat er allemaal op zeker. Hè? Nee. Maar ik geloof is het 32 of 38 zelf of 36. Het is ergens iets in die trend. Het is eerder 6 en 38 zelf denk ik. Dus het is een vrij grote cassette achteraan. Waardoor dat ik nog redelijk zacht of licht kan trappen op een helling. Ik denk dat ik die cassette niet vergroten niet meer kan. Maar ik kan mijn voorste nog wel groter doen. Alleen is heel mijn verzet dan... Het is eigenlijk een kleiner verzet dat ik krijg dan zeker. Dan verklein ik eigenlijk heel mijn verzet over heel mijn cassettebereik. En dat is ook niet nodig, want dan verlies ik aan topsnelheid. En ja, ik ben al een en al topsnelheid natuurlijk. Absoluut niet. Hè. Maar goed, ja, dat is dus wat aan mijn fietsbeleving inhoudt. En dat is een sportdrank van de Decathlon. Ik heb zo, ik doe dat in oude flessen, want je smaakt dat nog altijd als je daar dan water in doet in die fles. Dus met mijn goede flessen gebruik ik geen sportdranken. En dan mag ik ervoor en tijdens de sporten drinken. Voor daarna is het niet geschikt. Dus ik moet zien dat het op is eer dat ik thuis ben. Maar dat komt dan wel goed. Het is aan het miseren ook heel de tijd. Maar ja, stom is er even wel serieus regen deze namiddag. Dus ik moet wel zien dat ik... niet veel langer dan een half uur over mijn half uur turken toe. Juist, dat wil ik nog zeggen. Zelfs op mijn route van 30 minuten heb ik zijn er drie segmenten. Ik denk dat het maar 10 kilometer is, hè, dus daarmee die 30, doe er meestal geen 30 minuten over zelf. Maar drie segmenten. Ik heb één segment heb ik een keer wat moeite gedaan. En dan heb ik een tijdje op de derde plaats staan dat segment. Maar dat heeft niet lang geduurd. Hè. Ik denk dat er mensen zijn die als ze zien dat ze zakken, dat ze daar 20 keer gaan trainen of zo. Ja, heb ze nog wel wat fanatieke mensen daarin, denk ik. En ik ben niet fanatiek. Laat staan, goed. Ja, kijk, het moet nog beginnen regenen. Het is al aan het overstromen. Ons huis ligt daar. Als het te kort daarna was, dat waren de juiste overstromingen hier. Ons huis op zich was droog, maar de toegangswegen ernaartoe, daarachter in het bos liggen dieper, daar liggen dieper. Dus alles er rond was om stroom te overstromen. We konden er bijna niet aan. Gelukkig hadden we met een X3 konden we door zo'n heel diepe plas er net door, zijn we toch nog thuis geraakt, bij ons huis geraakt. Ja, ik ben aan het filmen met mijn telefoon, ik kan nu mijn Strava-cijfers niet laten zien natuurlijk. Maar geloof mij, kijk, ik ben zo goed als thuis. En mijn middelde snelheid is 48 km per uur. Ja, het is spijtig dat ik het niet kan laten zien.